daar zijn we weer. Onze tweede vlog. Stralend mooi weer, maar het begint bijna te regenen. Dus ik moet opschieten, ga ik mijn jasje aantrekken. Ik ga vandaag mijn collega's voorstellen. Ik doe het namelijk niet alleen. Ik heb een aantal leuke collega's op kantoor zitten, maar ook nog op locatie. Dus, zie je daar. Gearriveerd. Snel jasje aan, want het begint te regenen. Kijk, we zijn nu op kantoor. En hier zit mijn eerste collega. Hey Jos. Hi, ik ben Grace. Ik werk al anderhalf jaar voor het leukste makelaarskantoor van Alkmaar. En ik doe voornamelijk verkoop. Hier zit normaal gesproken mijn collega Rob Helmers. Rob Helmers is van de Bruschepbibliotheek. We doen dus ook hypotheken. Tegenover Rob zit Emma, normaal gesproken, want de stoel is leeg. Maar Emma die stapt als het goed is nu in de auto. Dus als je er mee loopt, kun je haar ook nog even voorstellen. Hi Em. Hi. Ik ga iedereen voorstellen, maar jou ook, maar je moet weg. Hoi, ik ben Emma en ik werk nu een jaar bij Pinedo Makelaardij en ik ben nu onderweg naar de inspectie. Doeg! Succes, ciao! Nies, mijn allereerste medewerker, ben ik nog steeds trots op. Hoi. Hoe lang werk je? 6 jaar. 6 jaar? Ja. Kijk. En Denise is verantwoordelijk voor de financiën? Onder andere. Kijk, dat is niet te vergeten. niet veel belangrijk. Nee, niet opmerkelijk. We hebben ook nog Michelle. En Mies, jij werkt hier nu? Bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar. En vertel even, wat doe jij? Nou, elke ochtend zorg ik dat het hele team hier binnen aangestuurd wordt. En in de middag ben ik ook buiten actief. Kijk. Als makelaar. Dit zijn niet de enige medewerkers, want dit heb ik nou altijd al een keer willen doen. Daar zijn we. Nieuwe locatie. Andere outfit. En ik heb een hulp bij me. Bo Pinedo, dus de toekomst. En die gaan aan jullie onze andere collega Aafke Pinedo voorstellen. Hallo. Dit is Aafke Pinedo en die werkt ook bij Pinedo Makelaardij. Ik ben Aafke Pinedo. Ik werk nu vanuit huis voor Pinedo Makelaardij en ik werk ook op kantoor. Nou, we rijden nu bij Aafke weg en ik ben nu onderweg naar Max Verbeem. Onze laatste collega, want zo zien we hem een beetje, die doet voor ons de onderhoudswerkzaamheden. Die doet dat in Noord-Holland, dus die gaat voor ons door heel Noord-Holland heen voor woningen en bedrijfspanden die we verhuren. We zitten met beheer in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel nu. En ja, dat zijn woningen, dat zijn bedrijfspanden, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Maar voor sommigen doen we dus ook de onderhoud. En hij is nu in Heemstede op een klus bezig, waar wij ook weer bij betrokken zijn. Bij hem kijken. En het leuke is eigenlijk, dat vergeet ik te vertellen, hij werkt nu 15 jaar met ons samen, dus we gaan hem even verrassen. De bus staat er al, we moeten hem alleen nog vinden. Hij zit ergens op het dak. Ik sta voor, jij staat hier natuurlijk, zit ergens op het dak, maar zo ver kan ik niet. Ja, de hoek om. Ah, oké, okay, loop ik de steeg in. Ja, zie je daar. Is hij om de hoek? Zit hij ergens op het dak? Moet hij iets tegen? Mark, we hebben even een flesje wijn voor je. Ja, hartstikke goed. Wat heb jij vergeten? Nee. Dat ik 15 jaar werk met u samen. Meen je dat? 15 jaar! Jezus, dat is een tijd. Dit is Mart, mensen. Die doet voor ons de onderhoudswerkzaamheden. Dus ik kom even een flesje wijn drinken. Het wordt nu een warm flesje wijn. Dus nou, we zullen hem op het dak benuttigen. Ja, zou ik doen. Ja, ik had een beter bier kunnen brengen. Hè? Bijntjes ook lekker. Okay. Nou, dit waren de medewerkers. En ik
denk het is wel leuk om af te sluiten met het nieuwbouwproject waar we mee bezig zijn. Dat doen we overigens niet alleen, dat doen we met Van der Bordenmakelaardij in Alkmaar. Dan gaan we heel even op locatie kijken. Ja, bedankt. Het ook gegeten worden tussendoor. Dus ik heb voor mij en de cameraman broodjes gehaald. Zijn we nu op het Huiswaardeplein. En als we heel even die kant op kijken, dan zie je het nieuwbouwproject waar we samen met Van der Borden mee bezig zijn. Hier komen 30 appartementen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector. Dus hou onze websites in de gaten, dus die van de Borden en die van Pinedo. En je zal het ook op Funda gaan zien. Maar dit wordt een heel leuk project. Dus dit is de eerste sneak preview. Kijk, dit is alweer het einde van de vlog. Leuk dat je gekeken hebt. Tweede vlog. We hebben in de vorige vlog hele leuke reacties gehad. Ook wat tips. Gaan we ook echt wat mee doen. Of proberen we wat mee te doen. Mocht je binnen de makelaardij nou het leuk vinden om bepaalde onderwerpen aan bod te zien komen, stuur dan een berichtje. Dan gaan wij kijken of we daar aandacht aan kunnen besteden om mensen wat wijzer te maken in de makelaardij. Leuk dat je gekeken hebt en hopelijk tot snel.